Als de straatstenen konden spreken. Als de straatstenen konden spreken, zou je luisteren? Zou je echt willen weten wat ik dag in, dag uit meemaak? Welke taferelen zich dagelijks om mij heen afspelen? Ik snap best dat je alleen maar van mij wil horen over demonstraties, bloedige protesten en revoluties. Dat ga ik je zeker ook vertellen. Ik heet niet voor niets de Maidan, het plein van de onafhankelijkheid. Het plein dat voor iedereen in de wereld het symbool werd van het verzet tegen een corrupte bende politici en het grote boze buurland. Maar ik zal je ook vertellen over wat ik elke dag meemaak. Zo zijn er de mensen die dagelijks voor mij zorgen. Bijvoorbeeld Svitlana. Robuust zoals ze is, maar ook alert. Als een adelaar waakt ze over me. Geen enkele sigarettenpeuk ontsnapt aan haar aandacht. Maar op een onbewaakt moment lukt het een plastic zakje toch om vrolijk huppelend het grasveld over te steken. Helemaal naar de overkant, waar Thaisia loopt. Tijdens de heftige en koude revolutiedagen, toen mijn bezoekers iets anders aan hun hoofd hadden dan mij verzorgen, begon Thaisia aan een van de meest liefdevolle daden die ik ooit heb meegemaakt. Ze scheurde een stuk van haar jurk af en probeerde mij daarmee schoon te poetsen. In de snijdende kou. Die hele weg, die ze nu goed ingepakt bewandelt, deed ze toen op haar blote knieën. Alsof ze al het bloed van de doden en de obsceniteit van het geweld ongedaan wilde maken. Zoiets vergeet je niet gauw. Nu, nog geen 2 jaar later, ben ik het decor voor jonge mensen die vrolijke foto's maken. Vind ik het erg? Nee, want ik ben dol op mensen, jong en oud. Want zonder hen ben ik een zielloze verzameling stenen, beton en asfalt. Tijden veranderen, maar de mensen niet. Die man daar, trots in zijn trainingspak met Oekraïense kleuren, kwam hier al op zijn 17e. Niet om een gat in de lucht te springen, maar om met een handjevol vrienden te protesteren naar Tsjernobyl. Later volgde de hongerstaking na de val van de muur, de Oranje Revolutie en de recente protesten. Dit was dus zijn 4e Maidan, vertelt Ivan aan iedereen die het wil horen, met een mengeling van trots en melancholie. Als je goed kijkt, zie je dat hij een beetje mank loopt. Het gevolg van een kogel tijdens de protesten. Mijn trouwe zoon Ivan. Het spijt me dat ik niet beter op je heb kunnen passen. Na die kogel dacht ik, die zie ik niet meer terug. Maar ik hoorde hem pas geleden zeggen dat een 5e Maidan niet lang op zich laat wachten. Want revolutie is evolutie, zegt Ivan altijd.
Gelukkig komt na elk protest het dagelijkse leven weer op gang. Zoals vandaag, tijdens de eerste zonnige voorjaarsdag van het jaar. In een land waar nog altijd oorlog woedt, kan het iconische beeld van een soldaat en zijn liefje niet ontbreken. Staat hij op het punt om naar het front te vertrekken? Zal dit hun laatste onbezorgde moment samen zijn? En zien ze mijn lelijke brandwonden niet, in herinnering aan het bloedvergieten? Trouwens, je moet niet denken dat het bloedvergieten na de laatste protesten ophield. Neem nou deze jongens. Twee van hen gaan zo meteen naar de rand van het schuine dak. En twee anderen filmen hen terwijl ze naar beneden glijden. Ik zal je de details besparen, maar als je het bloed op mijn tegels ziet, dan weet je genoeg. Na bekomen te zijn van de schrik, neemt iedereen weer zijn gewone rol aan. De verkeersagent doet alsof de auto's hem niet kunnen raken. Deze figuren proberen voor mij een mini-Disneyland te maken. Begint aan zijn dagelijkse rondjes om me heen. Omdat hij weet dat elk rondje nieuwe mensen met zich meebrengt die geld in zijn kistje kunnen stoppen voor de strijders in het oosten, waar Yuri zelf ook vandaan komt en waar zijn zoon nog altijd vecht. Nadat Yuri in zijn been werd geraakt door de rebellen, moest hij zijn geliefde stad Antrazit verlaten. En zo belandde hij bij mij. Tegenwoordig moet de gewezen strijder vechten om elke grivna die de passanten bij zich hebben. En hij is niet de enige die om de gunsten van de voorbijgangers vecht. Zie daar de beste trompetist van de Oekraïne. Of hier, de standvastigste bedelaarster van Kiev. Maar Yuri heeft ook concurrentie van de andere collectanten, die op hun beurt voor andere strijders geld inzamelen. En terwijl deze collectant een klein succesje behaalt, geniet ik van de heerlijke massage van de wieltjes van de skaters. Die onder het toeziend oog van de heilige Michael elke dag hun kunstjes aan het volk vertonen. Michael, de patroonheilige van het land en de stad. Het geloof is nooit ver weg van mij. Onderaan de heilige Michael hoor ik ze dagelijks in kleine groepjes zingen. En daar, aan de overkant, wordt het kruis gedragen. Op dezelfde weg waar Thaïsia haar lijdensweg aflegde.
Na een hele dag er voor iedereen te zijn geweest, vind ik het tijd worden om te genieten van een welverdiende nachtrust. Nog één laatste bezoeker en dan kan Stella de hele nacht over mij waken. Een nacht die mij fijne dromen in een wereld vol mysterieuze lichtpuntjes zal bezorgen. Попроси у облаков подарить нам белых снов. Ночь плывет, и мы за ней, мир таинственных огней.